In deze trainingsvideo van Direct Banking laten we het gebruik van de wizard zien. Met de wizard kunt u de eerste stap zetten in de implementatie voor Direct Banking. In deze omgeving hebben we Direct Banking geïnstalleerd. Dit kunt u doen via Microsoft AppSource. Mocht u een on-prem draaien, dan kan uw Microsoft partner de software installeren in uw tenant. We leveren Direct Banking uit met twee rollen. We zijn inmiddels ingelogd in de accountancy rol en zien hier al diverse zaken van Direct Banking staan. We hebben ook een specifieke rol aangemaakt, de zogenaamde Direct Banking Manager. Over die kunt u kiezen om toegang te krijgen direct tot alle Direct Banking software. De eerste stap is de Direct Banking Wizard te activeren. Deze vindt u in het menu onder Direct Banking Instellingen Wizard. De eerste vraag die gesteld wordt is de zogenaamde licentiecode. Als u de software heeft gedownload via Microsoft AppSource in uw omgeving, ontvangt u van ons een mail met de licentiecode. Mocht u geen licentiecode hebben ontvangen of werkt u on-prem, dan kunt u de licentiecode aanvragen bij IDEN via het mailadres sales@iden.nl. In deze situatie is een licentiecode inmiddels ingevoerd en deze heeft de status valid, dus we kunnen door naar de volgende stap. In deze stap wordt gevraagd om een zogenaamde taakwachtrijpost aan te maken. De taakwachtrijpost kan op gezette tijden de bankrekeninginformatie ophalen via de bank en Ponto naar het Business Central. We zetten de knop aan en laten dadelijk zien hoe u de taakwachtrijpost kunt instellen, op welke tijden en dagen u de banktransacties automatisch zal inlezen in het bankgiroboek. Hier is de uitstap naar Ponto. Met deze link kunt u een Ponto-account aanmaken. Hier inmiddels hebben we een aparte trainingsvideo voor die toelicht hoe het werkt om een account aan te maken en een bankrekening toe te voegen. We kiezen nu voor de optie volgende. In deze stap wordt gevraagd naar het Client ID en Secret. Deze twee komen uit uw Ponto-account uit de zogenaamde integratie. Die kunt u weer invoeren. We voeren de Secret in. Verlaten het veld en we zien inmiddels dat we een actieve verbinding hebben. Dus op dit moment is er een verbinding tot stand gekomen tussen Business Central en uw Ponto account.